In de vorige eeuw was de Koolputte het economische hart van de Durmenstreek. De familie Schelfhout had een steenkoolhandel. Helaas, tijden veranderden en de site raakte in verval. Enkele jaren geleden is de Koolputte volledig gerenoveerd en er is heel veel rekening gehouden met zijn rijke geschiedenis, maar ook met de omgeving. En nu heeft het eigenlijk een functie als gastronomisch restaurant, bed and breakfast, een feestzaal, maar ook een kunstgalerij. In zo'n grote ruimte als deze is het vrij moeilijk om de juiste sfeer te creëren. Daarvoor is de keuze in materialen en verlichting van zeer groot belang. We hebben in deze ruimte aan de mezzanine gebruik gemaakt van de Wiro. We hebben die op verschillende hoogtes gehangen, waardoor dat we eigenlijk een bepaalde dynamiek en aankleding in de ruimte konden krijgen. Wat toch nog voldoende luchtig en open kon blijven op die manier. Het treearmatuur als wandarmatuur geeft een zeer gezellig licht. En door het strijklicht gaat het eigenlijk de gekaleide gevelsteen gaan accentueren, waardoor dat je een extra structuur krijgt. Waardoor dat de kolommen mooi in scène worden gezet. Voor de B&B-kamers hebben we het wetro-armatuur gebruikt, dat een gezellig licht geeft door het gefumeerde glas. We hebben de armaturen op verschillende hoogtes gehangen met een alternatief ophangsysteem, waardoor we een extra dynamiek en aankleding voor deze kamers krijgen. Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Het licht, de ruimte, het uitzicht op de unieke oevers van de Durme is ongeëvenaard. Het is heel populair.